In de werk je vaak met hele grote of hele kleine getallen. En dan is het erg handig om die grote of kleine getallen op te schrijven volgens de wetenschappelijke notatie. Wat houdt de wetenschappelijke notatie in? Dat houdt in dat je het getal opschrijft in de vorm a maal 10 tot de macht b, waarbij a tussen de 1 en de 10 is. En b een geheel getal. Maar deze wetenschappelijke notatie heeft ook nog een tweede grote voordeel. Stel bijvoorbeeld je wil de afstand van een marathon weergeven en die afstand is 42.195 meter. Als je dit in wetenschappelijke notatie zou opschrijven dan wordt dat 4,2195 maal 10 tot de macht 4 meter. Maar stel nou dat je je meting niet zo nauwkeurig hebt gedaan en je mag dus niet zoveel significante cijfers gebruiken. Dan zou je het kunnen opschrijven in de vorm 4,220 maal 10 tot macht 4 meter of 4,220. 4,2 of zelfs heel onnauwkeurig 4 x 10 tot de macht 4 meter. Een groot voordeel van de wetenschappelijke notatie is dat je elke meetwaarde kunt noteren in elke gewenste hoeveelheid significante cijfers. Een derde voordeel is dat je relatief makkelijk kunt rekenen met machten en soms kun je dat zelfs dan uit je hoofd al doen. En daarbij maken we gebruik van twee rekenregels. En de rekenregels uh, zijn bekend. Ik zal ze ook niet uh, nog een keer doornemen. Uh, maar ik ga wel twee voorbeeldjes laten zien. Voorbeeldje 1. 300 x 2500. Lukt me dat uit mijn hoofd? Nou, zet ze eerst eens even om in de wetenschappelijke notatie. Dan wordt 300 wordt 3 x 2. En 2500 wordt 2,5 x 3. Nou, dan zegt de rekenregel. Ik schuif mijn twee getalletjes naar voren: 3 x 2,5. En de twee machten die moet ik bij elkaar optellen. 10 tot de macht 2 plus 3. 3 maal 2,5 dat lukt ons uit ons hoofd, dus 7,5. Het antwoord wordt dan ook 7,5 maal 10 tot de macht 5. Voorbeeldje met delen: 84.000 delen door 40. Nou, in de wetenschappelijke notatie opgeschreven wordt dat 8,4 mal 10 tot de macht 4 delen door 4,0 maal 10 tot de macht 1. Dan zeg je eerst 8,4 delen door 4. Dus is 2,1. En de machten worden 10 tot de macht 4-1, oftewel 10 tot de macht 3. Ander voorbeeldje: rekenen met grote en kleine getallen, waarbij je gebruik maakt van de wetenschappelijke notatie. Stel de vraag: is ik wil van de zon weten, wat is de dichtheid van onze zon? Dan hebben we twee gegevens nodig, namelijk de grootte, de diameter of de straal van onze zon, en de massa van onze zon. En die gaan we invullen in de formule, want dichtheid is massa Deden door volume en volume van een bol, die weten we ook. 4 derde pi r tot de macht 3. Het zijn enorm grote getallen, maar je kunt ze relatief makkelijk intikken in je rekenmachine als je gebruik maakt van de wetenschappelijke notatie en je rekenmachine doet het werk wel. Let echter wel op, als je deelt door een tot de macht getal, let dan goed op dat je die haakjes niet vergeet. Sommige rekenmachines doen dat automatisch en goed, maar bij sommige gaat dat dan ook Enorm fout. Dus zorg dat je onder de deelstreep de haakjes niet vergeet op je rekenmachine. Een tweede notatie die je nog wel eens uh, tegenkomt is de ingenieurs- oftewel technische notatie. En deze lijkt heel erg op de wetenschappelijke notatie. Alleen elk getal schrijf je nu op in de vorm a mal tien tot macht b, waarbij a tussen de 1 en de 1000 ligt. En b telkens een veelvoud is van 3. Een voorbeeldje. Stel ik heb een kracht van 24.255 newton en die wil ik in twee cijfers significant opschrijven. Dan kun je dat opschrijven als 24 x 10 tot de macht 3 newton. Want 24 ligt tussen de 1 en de 1000 en eh, 3 is natuurlijk een veelvoud van 3. Waarom zie je deze ingenieursnotatie nog wel eens eh, langskomen? Het heeft twee grote voordelen. En het eerste voordeel wordt ook door Binas gebruikt, want je ziet eh, in de tabellen van Binas vaak dat ze terugvallen op de ingenieursnotatie. Als je namelijk verschillende getallen zo presenteert, dan kun je ze makkelijk in één oogopslag met elkaar vergelijken. Een ander voordeel is als je kijkt naar de voorvoegsels, zoals we die kennen. De voorvoegsels die gaan in stappen van 3. Dus net als de technische notatie. Als we even kijken naar het overzichtje. Als je bij 1 begint en je gaat 10 tot en met drie keer zo groot. Uh, dan kom je op de kilo, oftewel 10 tot de macht 3. Daarna krijg je de mega, 10 tot de macht 6, de giga, 10 tot de macht 9, en de tera, 10 tot de macht 12. Ga je nu duizend keer zo klein, dan ga je eerst naar de milli, 10 tot de macht -3, daarna de micro, 10 tot de macht -6, de nano, 10 tot de macht -9, en de pico, 10 tot de macht -12. Omdat zowel de voorvoegsels als de technische notatie werken met stapjes van 10 tot de macht 3, kun je de ene vaak vervangen door de andere. Dus in plaats van 24 maal 10 tot de macht 3 N, zoals we net in het voorbeeld zagen, kun je dan ook zeggen 24 kN. De samenvatting van deze webles. Wat zijn nu de voordelen van de wetenschappelijke notatie? Eén is dat je grote getallen compact kunt opschrijven. Twee is dat je relatief makkelijk kunt rekenen met deze getallen. Let wel op bij het delen, want delen door een 10 tot de macht getal kan op sommige rekenmachientjes nog wel eens problemen opleveren. Vergeet de haakjes niet. En het derde is dat je altijd de significantie kunt toepassen. Een tweede manier voor noteren is de technische notatie. Die heeft ook een paar voordelen. Je kunt meetwaarden vrij snel in een tabel onderling vergelijken als je de technische notatie gebruikt. En de technische notatie kun je makkelijk combineren met de voorvoegsels zoals we die kennen binnen de natuurkunde.